Zo, nieuwe opnames, Nederland in beweging, weekend 3. Onwijs veel zin in, ik ben er helemaal klaar voor. Energieke wel, dan gaan we. Ah. Nou, dan niet. Dory, voor niks gekomen. Hey Gerda, leuk dat je er bent. Vertel eens wat over jezelf. Ik ben Gerda Banen, 73 jaar. Ik ben thuis, maar ik ben weer oma geworden van twee kleinkinderen, zeg maar. Jonge kleinkinderen. Jongen of meisje? Twee jongens. Komt goed, schatje. En opnieuw. Komt goed, schatje. Ik ben Angelique, 48 jaar. Vier kindjes, getrouwd. En ik ben sportinstructrice. Wat gebeurt hier? Ik ben Joost, 31 jaar, ik woon in Amsterdam en ik werk bij WNL als eindredacteur. En dan maak ik momenteel twee programma's, Op 1, de talkshow in de avond en Goedemorgen Nederland. Dit is bekend terrein voor jou? Dit is bekend terrein, ja. Dus wij zenden altijd uit, los van corona, tot 9 uur 's ochtends. En dan om 9:15 begint Goedemorgen Nederland. Dus dan evalueren wij onze uitzending met jullie op de achtergrond. Ja, ja. Na, na, na. Ik ben Mieke, nou, je zei het al, hè. 50 geworden, mooie leeftijd. Gefeliciteerd. En ik mag voor de tweede keer meedoen bij Nederland in Beweging. En dat is een eer en ik vind het hartstikke leuk om te doen. En de reacties van de mensen vind ik zo leuk. Sommigen vragen zich af of ik elke ochtend naar de studio moet. Of dat het in één keer gedaan wordt. Nou ja, en dan vertel ik daar wat over. Twee dochters. Ik heb mijn eigen sportbedrijf in Amsterdam en omstreken heel Nederlanders eigenlijk.